27 miljoen voor TU-onderzoek. ROC opent verbouwde school in Strijp. En PSV-talenten naar Zuid-Afrika. Hoogleraar aan de TU, Bert Meijer, heeft samen met zijn team een miljoenen subsidie binnengesleept. Hij en zijn collega's krijgen bijna 27 miljoen euro om de komende jaren onderzoek te doen. Het onderzoek gaat zich richten op de allerkleinste moleculen en atomen. 1/1000ste deel van een meter zijn ze. Maar hoe bewegen die kleine deeltjes? Hoe reageren ze op elkaar? En kun je heel veel van die kleine deeltjes achter elkaar plakken? Ja, voor ons zijn moleculen die zijn opgebouwd uit atomen. En als je nu een atoom ziet als een letter, dan is een molecuul een woord. En wat wij nu gaan doen is van die woorden hele mooie functionele zinnen maken. En als we eenmaal een zin hebben, dat kunnen we eigenlijk al wel, is de doelstelling van dit grote project om nu paragrafen en misschien hele hoofdstukken en uiteindelijk een groot boek te schrijven. En doordat er meerdere van die zinnen achter elkaar kunnen, gaat er een hele nieuwe wereld met wetenschappelijke kansen open. Zoals? We zijn natuurlijk al een hele tijd bezig. Dat is de reden waarom we het geld hebben gekregen. Bijvoorbeeld een van mijn collega's is heel druk bezig om een plastic zonnecel te bouwen. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor de elektriciteit van morgen. Hij maakt enorme belangrijke stappen. En een van die stappen zal toch zijn om precies te controleren hoe die moleculen in zo'n zonnecel komen om de efficiëntie zo hoog mogelijk te maken. Door de subsidie krijgt het onderzoek veel nieuwe mogelijkheden. Het schept bijvoorbeeld 100 extra banen. En dus kunnen de handen uit de mouwen. Want ik zei gisteren nog bij de toast van we spelen nu echt in de Champions League. En als je in de Champions League speelt, dan moet je hele goede resultaten halen. En moet je het heel goed doen. En dat gaat niet door maar een beetje feest te vieren. Wanneer denkt u dat de eerste echte resultaten geboekt kunnen zijn? Nou, dat kan heel snel. Soms dan ben je met iets bezig en dan denk je dat het heel snel gaat en dan vraagt het jaren. En soms ben je in een nieuw gebied bezig en dan plotseling ontdek je daar iets in en dan is het in een paar weken gedaan. Dus dat kan elke dag kun je iets verwachten.